eigenlijk, toen ik nog in Amerika woonde, maakte ik beelden van beton samen met mozaïek, glas. Dus toen dacht ik bij mezelf, nou, hier kan ik ook tafels van maken. En dat heb ik ooit wel eens gedaan, maar niet met een epoxy. En toen ik bij polyester shoppen kwam, toen kwam ik eigenlijk voor polyester, niet voor de giethars. Maar dat triggerde mij wel. En zodoende ben ik begonnen. Ik werd een beetje wakker, een uurtje of twee. En Kees had mij gezegd van, joh, ik wil iets aparts hebben. Toen dacht ik bij mezelf, ja, het wordt een lunchtafel. Waarom doe ik er geen bestek in en borden? Dus ik maakte even een schets en liet dat glas zien. En het idee was geboren. Het grootste risico is het cement zelf. Het heeft te maken met de poreusheid van het materiaal. Maar goed, daarom maak ik altijd zorg ik ervoor dat ik hem impregneer met epoxy. Dat ik hem even helemaal luchtdicht maak. En glas is natuurlijk zo dicht dat het bijna geen lucht heeft. Maar het wordt ook mee geïmpregneerd. Je zult zien, het glas op dit moment is een klein beetje gehavend, omdat het wordt wel eens gebroken. En op het moment dat de epoxy eroverheen komt, dan krijgt het weer zijn oude glans terug. Dus het is eigenlijk alleen maar bevorderlijk voor de kleur en de glans. Morgen ga ik er nog een keer overheen met een heel dun cement om dus alles op te vullen. Want ik wil geen gaten erin hebben, dat niet. Die groeven, dat nee. Maar er mag best wel een beetje relief in zitten. En structuurverschillen. Soms dan moet je het gewoon ook een beetje zo laten gaan. Want anders wordt het te gemaakt, weet je wel. Eigenlijk was dat op het middelbare school. Met tekenen. Tekenen en schilderen. Ik was niet zo goed, maar tekenen en schilderen vond ik wel heel leuk. En mijn leraar zei ook van, joh Wil, hier moet jij in doorgaan. Dus ik werd altijd apart. Ik hoefde niet mee te doen met de rest. Ik mocht altijd mijn eigen dingetje doen. En als iemand bezig is met iets creatiefs, die moet je niet vertellen wat hij moet doen. Die moet je gewoon lekker zijn gang laten gaan. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. Vervolgens, toen ik in 2005 naar Florida verhuisde, toen ben ik begonnen met beelden maken. En toen kwam een klein beetje het creatieve naar boven. Ja. Met werken met je vingers en met je ideeën, je fantasieën. Ja. Ik heb iets in mijn hoofd en dat wil ik dat wil ik creëren. Ik wil het maken. En dan laat ik een ander werk links liggen en dan ga ik meteen daarmee aan de slag. Uiteindelijk komt alles wel af, maar af en toe word ik gewoon in één keer wakker en dan heb ik het weer. En dan denk ik bij mezelf, oh ja, dat wordt hem. Dat is dit keer nou weer dat nieuwe idee, dat mooie idee. En niet alles lukt. Het is niet altijd realiseerbaar, maar veel wel. En dat houdt mij op de been. Ik vertel mensen van, dit wil ik gaan doen. En als ze het mooi vinden, als ze denken van, dat wordt heel leuk, dan krijg ik die opdracht. En dan kan ik het ook in werkelijkheid brengen. Vaak met een beetje uitdaging erin. Dat vind ik wel mooi. Iets wat ik nog niet gedaan heb.
wel mooi zo hoor. Die diepte die er zo meteen in zit. En dan gaat dit allemaal, omdat je een soort van, en je kijkt door glas heen. En dan gaan al die reliëffen gaan aan werken. Dan krijg je echt een heel diep effect. Het lijkt net of het heel diep erin zit. Dat is wel gaaf. En dan dat beton, dat is nu door dat chemische proces is dat allemaal aan het gaan verkleuren. En dan krijg je daar ook een beetje dat afgewerkte beton. Dat oude stijl. Echt gaaf. Ja. Ik denk wel dat deze temperatuur, 22 graden, dat die het meest evenredige zeg maar uithardt en ook het snelst. Het is een lange rit. Ik denk dat ik nog 80, misschien wel 90 kilo moet. Dan gaat echt wel minimaal 2 weken aan uitharden gaat er overheen. Eer je zeg maar die sterkte hebt van de epoxy. Als die eenmaal uitgehard is, dan is die ook echt keihard. De richting die je echt geeft is aan de indeling. Want het is een tafel, het is een gebruikskunst. Zo moet je het zien. Kijk, je kan moeilijk, het kan wel. Je kan zeggen, oh, daar doe ik een bord, daar doe ik een bord, daar doe ik een bord. En dan maak je het heel speels. Maar dit is natuurlijk wel voor een bedrijf, voor een lunch, noem maar op. Dus ja, weet je geeft elkaar een beetje van, oké, dit is jouw ruimte, dat is jouw ruimte. En het creatieve is dat je het zeg maar een diepte-effect geeft. Dus je zet het er niet op, nee, je gooit hem naar beneden. Waardoor je dus die diepte krijgt. En dus je krijgt allemaal verschillende lagen. Dus 1, 2, 3, 4 lagen krijg je. Dus dat is het speelse gedeelte van deze tafel. Dat vond ik ook leuk om zo te doen. Naarmate ik hier verder in het proces zit, zie ik het ook echt worden zoals ik het in mijn gedachten had. Dit is hoe ik het wil. Nu begint hij al vrij vlak eruit te zien. Kijk, er zitten hier 2 dingetjes. Die moet ik heel even nawerken. En dan is hij klaar. We hebben hier een gietharst gebruikt. Dat noemen ze vergrote gietingen. Waardoor je dus alles in één keer kan gieten zonder dat het verbrandt. Het mooie is dat je controle hebt over je gieting. Dus als er een belletje komt, dan kan je hem aardig wegkrijgen. Alleen op een gegeven moment, het ene gedeelte is dan hard, het andere is weer zacht. Dus je bent echt wel 2 dagen ben je gewoon klaar met werk daarvoor. En ondertussen moet het gaan uitharden en
Daar hebben we echt de tijd voor genomen. Want ik denk dat we ongeveer zo'n 3 weken hebben gebruikt voor het uitharden. En dat is gewoon puur om zeker van te zijn, omdat het zo'n lang geheel is. Er zit natuurlijk wel staal in, hè, maar dan nog steeds. Hè, het is natuurlijk een behoorlijk gewicht. 200 kilo epoxy, hè, gietharst, en 50 kilo aan cement en glas. Dat weegt aardig wat. En dat wil je ook recht houden. Maar hij is er goed uitgekomen, hij zag er mooi helder uit. En nu is het tijd om hem af te gaan werken. En een eindresultaat te geven, zodat hij geplaatst kan worden. Ja, hij ziet er lekker scherp uit. Lekker helder. Dus het is zo mooi als je begint, je haalt hem uit de mal. En dan die zijkant is eigenlijk best wel, moet ik het zeggen, en niet echt doorzichtig. Naarmate je meer aan het schuren bent, wordt hij steeds helderder. En op een gegeven moment ben je klaar met polijsten en dan lijkt het net alsof hij in een blok met ijs ligt. Dat is juist het mooie van dit. En het haalt echt ook alles eruit, alle details. Ja. En ze kunnen gaan eten. Dus het servies is klaar. Niks meer aan doen.